Hey, hallo en welkom kijkers van mijn kanaal. Vandaag heb ik weer eens een keer een Farming Simulator 22 video van natuurlijk No Man's Land. Vandaag. Sneeuwt het? Ja, het sneeuwt. De velden zijn volgens mij nog niet klaar. Hey, die wel. Of niet? Nee, hè? Die moet gecultiveerd worden. Oh, dat kunnen we misschien nog wel eventjes doen dan. Met een vent. Wij of mijn vriend. Want mijn vriend komt zometeen ook op bezoek. Dus dat is natuurlijk heel gezellig. En mijn vriend zei... Dat vond ik wel heel leuk, want ik denk misschien, ik dacht van misschien is het wel iets heel leuks. Hij zei dat hij een verrassing had en dat het best wel duur was. Dus ik denk, ook al vind ik het niet leuk, ik waardeer het natuurlijk wel. Maar ik heb eigenlijk, omdat hij ook zei dat het best wel duur was, weet ik eigenlijk bijna wel zeker dat ik het heel leuk vind. Want ik hou wel van dure spullen. Misschien is het wel, misschien is het wel helemaal geen spul. Misschien is het wel een hele andere boerderij of iets. Ik heb letterlijk maar geen flauw idee. Wat moet er met dat veld gebeuren? Zoals jullie horen waarschijnlijk misschien wel, ben ik een beetje verkouden. Ik zou af en toe wel even niezen. Kijk hoor. Boem, boem. Ho, boem. Dus ik heb ook wel een keer zin om het een beetje zelf te gaan doen. Ik doe natuurlijk heel veel dingen. Die laat ik natuurlijk doen gewoon ook door mijn vrienden. Maar mijn vriend die zou komen rond half. Dus dat duurt nu nog 9 minuten. Dus dan kan hij denk ik rond half wel overnemen. Ja, of hij moet natuurlijk eerst de verrassing of iets willen doen. Het moet heel groot wezen. Maar weet je, ik zie het allemaal wel. Want al is het iets heel kleins en iets heel goedkoops. Ik waardeer het natuurlijk gewoon. Hè. Want het is natuurlijk ook je vriend en hij heeft er geld en moeite in gestoken. Dus dan waardeer ik het alsnog gewoon altijd. Ook als jullie post willen sturen, dan kunnen jullie dat ook gewoon doen, hè? Als jullie weten hoe jullie dat kunnen doen, want ik ga mijn adres of zo niet vertellen. Maar als jullie het al misschien weten of zoiets, mogen jullie natuurlijk ook gewoon brieven, tekeningen of post of iets sturen. Want we abonneer natuurlijk ook eventjes, want we gaan hard op weg naar de 20 abonnees. Kijk, het is natuurlijk nog best wel weinig. Want er zijn YouTubers met 100 miljoen abonnees. Het zijn natuurlijk niet Nederlandse YouTubers, maar wel Engelse en Amerikaanse en zo. Maar jij moet ook gewoon even abonneren. Zo, mijn vriend die zegt, ik kan wel heel eventjes gaan werken. Maar dan is het zo wel echt tijd voor de verrassing. Is er nog wat in de... Oké. Okay. Dit. Trekkertje. Dus ja. Hè? Dus dan, doen we dat niet? Waar was ik ook weer mee bezig? Oh ja, dat trekkertje. Ja. Hij is eigenlijk echt veel te klein. Dan moet ik sowieso al. Die vent is net nieuw en die ga ik zeker niet wegdoen. Want ik vind het zo'n mooi trekkertje.
ik wel die Steyr weg doen, maar die Steyr heeft veel meer pk. Dus ik hou die Steyr gewoon. Dus. Misschien is het wel even leuk om met een Steyr. Waarschijnlijk is het niet leuk voor als ik het wil gaan doen. Maar ik kan eigenlijk gaan kijken bij de dealer. Wat een grote reparatie aan deze trekker gaat kosten. Zo rijden we daar maar even naartoe. Ja, dan doen we dat. Er gaat natuurlijk wel een beetje geld vanaf, omdat we natuurlijk ook mijn vriend moeten betalen. Maar zoals jullie kunnen zien op de onderhoudsmeter, dat is daar. Ja, daar. Is het goed oranje? Bijna rood. Dus waarschijnlijk gaat het geen goedkope rekening worden. Grote vraag bij Farm Shop. Naar wat? Oh ja, katoen levert natuurlijk heel veel op. Misschien dat we dat later een keer kunnen gaan doen. Waar vragen ze naar bij de Farm Shop? Kleding levert veel op, hè? Kleding levert. Zo, dat kunnen we misschien nog een keer gaan doen, maar waar vragen ze naar? Zo, dat wauw, wat levert het allemaal veel op. Maple syrup kunnen we eens verkopen. Dat maakt me nu ook even niet uit. Wat stond er nou aan het? Meubels, hoeveel leggen het meubels op? Ook best wel veel. Goud. Hoe kunnen we aan goud komen? 30.000 euro voor goud. Ja, dat snap ik ook wel. What? Hoe dan? Komen we daar letterlijk aan? Is daar een fabriek of zo iets voor? Ik heb letterlijk waar geen idee. Ik heb echt letterlijk waar geen idee. Even kijken. Tiri-tiri-tiru-ra-ra-ka-ta-ka-ti-ta. Dit eigenlijk. Kijk, wow. Ja, zouden vast wel even mogen kijken. Wat is dit? Wat is dit? Dit is een bij voor schapen. Oké. Okay. Wat is dit dan? Een bij voor kippen. En waarvoor is deze bij dan? Horses, oftewel paarden. Oké. Misschien kunnen we bij de dealer vragen hoeveel dit kost. Mijn vriend is klaar. Oh, we kunnen er hier niet af. Dat is wel een klein puntje dan. Nee, maakt het niet uit. We kunnen er hier gewoon af. We hebben hier een grote in- en uitgang.
dat is misschien wel een leuk idee. Maar dat ga ik nu nog niet vragen hoor, dat komt later misschien wel. Oh, ze hebben nou nog meer van die Richie tracks binnengekregen. Die staan natuurlijk ook in de tweedehands dealer, dus waarschijnlijk zijn deze allemaal tweedehands. Kijk, dan moet ik hem daar neerzetten, dan kon ik daar op mijn schermpje kijken wat alles kost. Als het goed is. De boom is echt te snotterig. Wacht, moet ik wel even de motor uitzetten. Kost het ook geen benzine. Of diesel. Ja. Als we hem gaan laten repareren, kost het 7000. En helemaal opnieuw laten verven. Dan kost dat 16.000 euro. Nou, dat helemaal opnieuw laten verven. Dat is voor mij nog helemaal niet nodig hoor. Maar dat repareren, dat kan wel een goed idee zijn. Want hij doet niet meer echt meer top zijn best. Foto-toestel selecteren. De R3. Foto-toestel selecteren. Is er een nieuwe update geweest of zullen dat er anders staan? Foto-toestel. Vind ik wel grappig bedacht van ze. Maar we kunnen misschien wel een keer gaan kijken hoeveel dit gaat kosten. Want kunnen we paarden, kippen en schapen nemen. Ik heb geen idee. Mijn vriend stuurde net een berichtje dat hij lekker eventjes binnen was gaan zitten. En dat hij binnen eventjes wel gaan bespreken en laten vertellen en laten zien. En wat de verrassing was. En hij zei dat het niet thuis kon. Dat we wel mijn auto nodig hadden. Dus. We gaan het zien. Ik heb letterlijk maar geen idee. Ik heb letterlijk maar geen idee wat me te wachten staat. Maar ik denk zomaar dat het wel wat leuks is. Want mijn vriend die weet ook echt wel goed wat ik leuk vind. En hij weet dat ik van dieren hou. Weet je wanneer ik echt blij ga zijn? Als hij straks dat stuk land met die dieren en zo heb gekocht. En dat hij dat dan misschien wel aan mij gaat geven. Want hij heeft zelf geen boerderij. Maar hij is zelf best wel rijk, wel. Hij heeft veel meer geld als mij. Maar joh, maakt niet uit. Maar het gaat hem in ieder geval niet niks kosten als we deze trekker willen repareren. Als jij natuurlijk de trekker daar stil had gezet, dan zet ik die meteen ook even binnen. Was mijn plan. Zetten we hem hier neer. Motor uit, stappen. En dan ren ik nog even snel door de sneeuw naar de trekker. Rennen. En ja, appelsap in een wijnglas, jongens, komt eraan. Het wordt alleen een beetje uitgesteld. Want mijn producer die kan nog niet echt wat verzinnen. Want hij heeft als het goed is wel al een deuntje of iets voor eronder. Want hij weet nog niet hoe hij de tekst dan zou gaan maken. En moet hij nog een beetje gaan werken aan het nummer zelf ook. Het zou zomaar kunnen zijn dat het wel nog 2 weken duurt.
Maar laten we dat natuurlijk maar niet hopen. Oh, ik rijd te ver. Want... Ja, natuurlijk helemaal niet leuk om nog... want ik ben ook super hyped om dat nummer. En dan, ja, dan moet ik heel lang wachten. Goed. Mijn vriend gaat alvast in mijn auto zitten. En dan kan hij het daar gewoon... Dan kan hij me begeleiden naar waar we heen moeten, zegt hij. Nee. Dan stappen we maar in. Ja, kom maar bij zitten. Oh. Wat zeg je? Oh, ik moet van hem gewoon een beetje naar de richting de dealer rijden. Dan zien we het vanzelf wel. Of dan gaat hij daar op de hoogte van daar vertellen. Deze auto is een stuk sneller dan die trekker waar we net in reden. Dus we kunnen nu ook een stukje harder rijden. We rijden al 100. En ik rijd over het gras, maar joh, maar niet uit. Auto is toch gewoon een oud ding. Het doet goed, je rijdt goed hoor. Ja. Wat zeg je, moet ik hier links? Nee, ben je serieus? Jongens, ik sta hier toch in de trekker? Echt, ben je serieus? Is dit het? Nee, joh! Ik sta hier toch in de trekker net, jongens? Heb je letterlijk gewoon dit gekocht voor me? Nee, joh! Doe normaal! Doe letterlijk even normaal! Bedankt! Oh nee! Ja! Oh, alleen moet ik wel nog zelf dieren kopen. Maar dat komt wel. Maar ik denk dat deze paarden bij voorlopig nog wel een beetje leeg blijft. Want paarden zijn duur ook. Maar schaapjes, misschien dat ik binnenkort wel schaapjes ga kopen. Maar ik wil sowieso, zeg maar in de volgende aflevering al, kipjes gaan kopen. Oh, dit is leuk! Dit is leuk! Bedankt! Oh ja! Yes, yes, yes. 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 Dit is top. Nou, dankjewel. Oh, top. Dan ga ik bij deze ook de video afsluiten. Ik zit uit te denken wat ik altijd zeg. Vergeet niet te abonneren. Want we gaan richting de 20 abonnees. Ik weet het niet, maar misschien hebben we het op dit moment al. Als jij deze video ziet, maar ik denk dat ik deze video maak. Nog niet, dus. Jongens! En natuurlijk ook even liken. Alle andere video's ook. Dan zeg ik gewoon like, abonneer. En dan... Tot de volgende video. Later.